Mannen, hoe is het om na al die tijd weer met elkaar samen te spelen, tegen elkaar te spelen, maar om in ieder geval elkaar weer te zien? Apart. Ja, dat is lang geleden. ADO was voor het laatst en daar zijn we nog elkaar een paar keer tegengekomen in de Nederlandse competitie. Ik bij Feyenoord, hij bij Groningen en nu zie je tegen elkaar in de championship. Ja, wel apart en ik vond het heel leuk om tegen hem te spelen. En, we werden allebei helaas gewisseld, maar voor de rest was het eigenlijk een beetje een dode wedstrijd met veel lange ballen. Ja, klopt. Leuk om hem weer te zien, lang geleden eerlijk gezegd. Maar ik ben blij voor hem dat hij het goed doet hier. Volgens mij 12 wedstrijden, 5 goals al gemaakt. En, ik hoop voor hem dat hij hier kan blijven in de championship. Dus zeker mooi. Maar Charon, jij doet het zelf ook helemaal niet slecht. Ja, klopt. Aardig wat goals gemaakt dit seizoen. Topscorer van het team. En dus gaat aardig, ja. Gaat aardig. En als je ze dan inschiet, zelfs de penalties, dan schiet je ze dan ook nog heel mooi in. Ja, klopt. Gaan aardig in. Dus ik hoop dit seizoen nog een paar goals extra te maken. En dan volgend jaar knallen. Wat wordt er nou tegen elkaar gezegd tijdens een wedstrijd? Wordt er dan nog Nederlands gesproken? Nou, niet zo heel veel. Hè. Voor de wedstrijd een beetje wat dingetjes met elkaar. Maar ja, tijdens de wedstrijd moet je zeggen, ik heb niet eens de tijd voor om wat te zeggen. Nee. Want die ballen gaan de hele tijd heen en weer. En je bent constant aan het rennen en aan het doen. Dus daar heb je weinig tijd voor. Ja, het was wel een leuke wedstrijd met een klein beetje een Haags tintje. Ja, klopt. Leuke wedstrijd was het niet, eerlijk gezegd. Het was een beetje een saaie wedstrijd, maar leuk om hem te zien. En, leuk dat de Nederlandse spelers in de championship spelen. En, als je tegen elkaar speelt, is altijd leuk. Wat gaat er volgend jaar met jou gebeuren? Ja, ik heb nog 2 jaar bij QPR. Dus wat ik zeg, ik hoop nog een paar mooie goals te maken. Uiteindelijk goals te maken. En dan, wat ik zeg, volgend jaar moet mijn seizoen worden. En dan hopen dat we met de QPR de Premier League gaan. Dus even afwachten. Maar dat hoopt hier nog eentje? Ja, tuurlijk. Uiteraard. Daarvoor ben ik hier op huurbasis gaan spelen. Omdat we in de positie stonden om de play-offs nog te halen. Nou, ja, we zijn er weer nog steeds dichtbij. En we spelen vandaag 0-0. Dat is zonde. Terwijl we eigenlijk 3 punten echt nodig hadden. Omdat Sheffield ook gelijk speelt. Dus ja, daar hadden we weer een stapje dichterbij kunnen komen. Maar ja, als het dit jaar niet is, dan wat Siri zegt. Dan gaan we volgend jaar met z'n tweeën gewoon naar de Premier League. We spraken net de trainer. Hij is lovend over je. Hij wil je er graag bij hebben volgend seizoen. Maar gaat dat ook gebeuren? Ja, dan moeten we nog even afwachten. Hè. De club zit nog steeds met een transferverbod. Dat hopen ze tot de zomer te hebben en dan, dat het dan opgeheven wordt en dat ze me dan kunnen overnemen van Feyenoord. Ja. Dus afwachten. Jimmy, Floyd Hasselbaink was trouwens ook heel positief over jou. Ja, klopt. Eerste helft was misschien aardig, maar tweede helft zakte we een beetje weg. Maar ik bedoel, algemeen over de competitie denk ik dat ik wel goed seizoen heb gedraaid. Ja. Gaan we nog wat drinken aan het eind of moeten jullie weer uit elkaar? Ja, nu gaan we zo meteen met de bus 3 uur terug naar huis, maar misschien dat we elkaar binnenkort opzoeken als die keer naar Londen komt, dan zou het leuk zijn. Een Haagse ontmoeting wordt dat dan? Ja toch, zeker weten. Nee, altijd leuk. En zeg ik, Engeland is groot, maar Cardiff, Londen valt wel mee. Zo aan te rijden, 3 uurtjes inderdaad. En dinsdag spelen we in Londen toevallig, dus misschien speel je ook thuis? Of, we spelen uit in Brighton. Oh oké, okay. Nou ja, dat is er, ook vlakbij hier zomaar. Dat komt vast wel een keertje. Leuk om elkaar weer even gezien te hebben. En wie weet, 1 van de 2, of misschien wel alle 2 volgend jaar in Premier League. Hopelijk. Laten we hopen, ja. Dat is de bedoeling. Haagse Nederlanders, hier in Engeland. Dat gaat jullie goed. Mooi toch?